Dag allemaal. Erpe-Mere beschikt sinds 2003 over een mobiliteitsplan. Nieuwe visies over verkeer en mobiliteit en wijzigingen aan infrastructuur en in ruimtelijke ordening nopen ons om dit plan op regelmatige basis te evalueren en bij te sturen. Dit gebeurde al eens in 2012 en zal nu opnieuw gebeuren. Daarbij willen we rekening houden met zoveel mogelijk factoren. Wij willen graag jouw mening kennen over het verkeer en de mobiliteit binnen Erpe-Mere. Wat vind jij dat er kan verbeteren? Welke accenten moeten we leggen? Wat moeten we zeker niet doen? Vertel ons ook wat je vandaag goed vindt, zodat wij dat zeker kunnen behouden. Uw inbreng kan mee vormgeven aan ons nieuw mobiliteitsplan. Aarzel niet. Luister naar het filmpje dat zo'n 8 minuten duurt en geef jouw bemerkingen. Beter nog, kom naar het coronaproef participatiemoment van maandag 7 september in Emotia op Steenberg. Je kan er niet alleen jouw ideeën kwijt over de mobiliteit in Erpe-Mere, je kan er tevens een ritje maken met onze nieuwe elektrische deelwagens die voor jou ter beschikking staan op het domein Steenberg en aan het station van Burst. Wij rekenen op jou. Ik ben Anne Timmermans van het studiebureau SWECO en samen met Jeroen De Witt zullen we vanuit het team Urban Habitat het mobiliteitsplan van Erpe-Mere verbreden en verdiepen. Eerst even toelichten wat een mobiliteitsplan nu juist is. Het is een strategisch beleidsdocument en het beschrijft de visie van de gemeente op vlak van mobiliteit. Het zet de acties uit op korte, middellange en lange termijn en vormt voor de gemeente ook een kader waarmee ze haar beleid kan duiden, communiceren en verdedigen naar de bevolking. Het is richtinggevend bij onderzoek naar of herinrichting van fietsinfrastructuur, gewestwegen, schoolomgevingen, de werkstellings-, winkel- of dienstenzones en de doorstroming van het openbaar vervoer. Het is opportuun voor de gemeente Erpe-Mere om een nieuw mobiliteitsplan te voorzien, gezien het vorige mobiliteitsplan dateert van 2012, er een nieuwe bestuursploeg gestart is in 2018 en het regionale mobiliteitsplan volop in opmaak is. Bij een verbreding en verdieping van een mobiliteitsplan blijft het bestuur achter de basis van het vorige mobiliteitsplan staan, maar dienen enkele thema's verder uitgewerkt te worden of worden er nieuwe thema's toegevoegd. Een verbreding en verdieping bestaat steeds uit 3 fases. De verkenningsfase, waarin de verschillende thema's geconcretiseerd worden en het onderzoek bepaald wordt. De uitwerkingsfase, waarin het onderzoek uitgevoerd wordt. En de beleidsplanfase, waarin de visie en de maatregelen bepaald worden om dan als eindresultaat een bijgestuurd mobiliteitsplan te hebben. Qua timing voor Erpe-Mere wordt de verkenningsfase gepland in het najaar van 2020. Het uitvoeren van de onderzoeken zou gebeuren in het voorjaar van 2021 om tegen de zomer van 2021 het eindresultaat in handen te hebben. Aan deze verschillende fasen is een participatietraject gekoppeld, waarbij het de bedoeling is om de brede bevolking van het begin tot het einde van het proces te betrekken bij de opmaak van dit beleidsdocument. In de verkenningsfase is het de bedoeling om alle knelpunten te inventariseren. Dit zal gebeuren door middel van een open participatiemoment waar alle inwoners naartoe kunnen komen, of door het schriftelijk of digitaal overmaken van opmerkingen. Maar daarover op het einde van deze presentatie meer. Vanaf de uitwerkingsfase zullen er met de verschillende actoren en vertegenwoordigers van de bevolking klankbordgroepen georganiseerd worden om de knelpunten en de scenario's verder te bespreken. En in een laatste fase zullen de krachtlijnen van het nieuwe mobiliteitsplan uitgebreid gecommuniceerd worden. We overlopen graag kort de gekozen thema's, zodat jullie zicht krijgen op wat binnen deze herziening onderzocht zal worden. Er werden 8 thema's geselecteerd. Circulatie, parkeren, combimobiliteit, schoolomgevingen, trage wegen en fietsnetwerk, openbaar vervoer, de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente en het klimaatactieplan. Het eerste thema gaat over de verkeerscirculatie binnen de gemeente. Dit is een redelijk breed thema waarbij opmerkingen rond sluipverkeer en zwaar verkeer passen. Voorstellen als enkelrichting, andere circulatiemaatregelen of rekeningrijden kunnen binnen dit thema behandeld worden. Ook de impact van het eventueel afschaffen van de overwegen door Infrabel en mogelijke opportuniteiten die hieruit voortvloeien zullen onderzocht worden. Het tweede thema behandelt het parkeerbeleid binnen Erpe-Mere. Alle opmerkingen en zorgen rond parkeren zijn dus ook welkom. Dit kan gaan over bewonersparkeren, het voorzien van een duurzame parkeernorm bij nieuwe ontwikkelingen. Dit kan gaan over de parkeerdruk, over het streven naar minder geparkeerde wagens om meer kwaliteit en veiligheid te bekomen, of over problemen rond vrachtwagenparkeren. Het thema combimobiliteit behandelt het verduurzamen van verplaatsingen. Korte verplaatsingen zoveel mogelijk als zachte weggebruiker, maar ook bij lange verplaatsingen. Denken aan alternatieven voor de auto, zoals een elektrische fiets of het combineren van verschillende vervoerswijzen. Deelmobiliteit kan deel zijn van de oplossing, zoals deelwagens of een deelfietsensysteem. Ook vervoer op maat zal bekeken worden, waarbij overstapmogelijkheden een belangrijk item zal zijn. Dit kan zich dan vertalen in strategisch gelegen mobipunten, waar verschillende netwerken en diensten samenkomen. Het vierde thema behandelt de schoolomgevingen. Dit spreekt een beetje voor zich. Opmerkingen rond veilige schoolroutes, een goede oversteekbaarheid, een verkeersveilige schoolomgeving, het stimuleren van duurzame verplaatsingen met stappen en trappen voorop, zullen binnen dit thema behandeld worden. Ook het trage wegen- en fietsnetwerk zal bekeken worden. Daarin wordt het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk bekeken, de fietssnelwegen zullen bekeken worden, maar ook lokale routes en het complementair maken van deze verschillende netwerken. Voetgangersdoorsteken zullen bekeken worden en er zal onderzocht worden of trage wegen kunnen functioneren als functionele verbinding. Ook de fietsinfrastructuur zal bekeken worden en op welke manier hier prioriteit aan gegeven moet worden. Ook alle zorgen of bemerkingen rond openbaar vervoer zijn welkom. Dit kan gaan over voor- en natransport, over de busverbindingen, het voorstadsnet Aalst, de halteinfrastructuur of de stationsomgevingen. Het zevende thema behandelt de ruimtelijke ontwikkelingen binnen Erpe-Mere. Dit thema gaat over de verdichting van de kernen, baanwinkels, een degelijk locatiebeleid waarbij bepaald wordt waar wonen, winkelen en werken wenselijk is. Het achtste en laatste thema is het klimaatactieplan. Dit gaat over het klimaatplan Zuidoost-Vlaanderen dat werd opgemaakt door 13 gemeenten, waaronder Erpe-Mere, waarin de ambitie wordt omschreven om de voetafdruk te verkleinen en 40% CO2 te besparen. Dit onder andere door het stimuleren van duurzame verplaatsingen. Het zal concreet gaan over het vertalen van de acties binnen dit bovenlokaal plan naar het gemeentelijk mobiliteitsplan. Alle opmerkingen rond dit thema zijn eveneens welkom. Momenteel zitten we dus in de verkenningsfase en zijn we alle thema's aan het concretiseren en aan het bepalen welke onderzoeken noodzakelijk zijn. Dat betekent dat we alle knelpunten aan het inventariseren zijn en daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Want als inwoner kan je zeker bijdragen aan het correct omschrijven van problemen of kansen. Daarom willen we jullie vragen om al jullie opmerkingen, zorgen, ideeën over te maken, zodat we dit mee kunnen nemen bij het opmaken van een nieuw mobiliteitsplan. Dit kan tijdens het open participatiemoment op 7 september, waarvoor je kan inschrijven via de website, of schriftelijk voor 30 september via mail naar het e-mailadres mobiliteit@erpemere.be of via brief gericht aan de dienst mobiliteit Oudenaardse Steenweg 458 in Erpe-Mere. We hopen echt op veel constructieve reacties, zodat we samen met jullie aan een duurzaam mobiliteitsbeleid kunnen bouwen voor Erpe-Mere.